Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 1 december en het is de eerste dag van Vlogmas! En misschien vraag je je af, waarom heeft Tara geen make-up op? Misschien vraag je ze niet af, dat kan natuurlijk ook. Ja, we zijn vandaag even bezig met een artikel nog voor een leuke campagne die er aankomt. Dus die komt op onze blog. En vandaag zijn we bij Tara thuis omdat we dat even gaan afmaken. Maar we hebben vandaag ook andere leuke dingen op de planning staan. Dus we gaan later vanmiddag wel lekker de kou in en naar buiten. Het wordt in ieder geval heel erg leuk. En in deze eerste vlogmas gaan we jullie gewoon natuurlijk meenemen. En we vinden het eigenlijk wel... Een beetje spannend, want wat we dus dit jaar gaan doen, we hebben het 2 jaar geleden voor het eerst gedaan. Toen hadden we maar 12 dagen voor kerst gedaan. Mm-hmm. Nu gaan we dus echt de volledige vlogmas doen. En wat we dus gaan doen is we gaan filmen en aan het einde van de dag editen. En dan komt hij de dag erop meteen online. Dus we hebben echt gewoon bijna geen tijd om te editen. Inderdaad, het wordt heel erg real-time denk ik daardoor. En ik denk dat het wel heel erg leuk is. En jullie gaan gewoon elke dag onze gezichtjes zien. En wij willen natuurlijk elke dag ook weer van jullie horen. Dus ja, we hopen dat jullie met ons meegaan tijdens deze vlogmas en gewoon een hele gezellige decembermaand tegemoet gaan. Silly is ook van de partij hier. Oh ja, zo. Hi Sil. Oh, lieverd. Ik had een soort van iglootje voor hem gemaakt, maar elke keer als ik iets bewoog, ging hij dus zo omhoog zoals dit. En nu denkt hij ook, what's going on? 1 december betekent dat we van onze adventskalenders vakje nummer 1 mogen openmaken. En we hebben hier 2. Dat is lekker veel openmaken. Zo leuk. We hebben hier een... We hebben hier een Essence adventskalender en een L'Occitane kalender. En dit is niet gesponsord trouwens, maar deze hebben we wel gekregen. En laten we gewoon kijken wat erin zit. Het is altijd lastig om gewoon die nummer 1 te vinden. Hier. Oh, je hebt hem al, gelukkig. Oeh. Een lekker douchegelletje. En dit is die Cherry Blossom. Oh, lekker. En hier zit, waar is nummer 1? Wat is het? Een polish sponsje om je nagels helemaal te smoothen. Oh chill, hij is ook lekker klein. Leuk. Hallo, het is inmiddels een paar uurtjes later en we hebben nu alle foto's geschoten voor het artikel waar ik net mee bezig was met Tara. En ik dacht, ik ga jullie even een paar van de foto's laten zien, want ik vind ze echt super mooi geworden. En hier zie je Tara. Het is een hele mooie Christmas of in ieder geval een hele feestelijke nieuwjaars Christmas look geworden. Dus dit zijn een paar van de foto's. Deze is wel natuurlijk heel fabulous. En deze is natuurlijk ook geweldig. Ja, deze gaat er waarschijnlijk niet worden in het artikel, maar het is wel heel erg leuk. Als we foto's aan het maken zijn. Oh, dat is wat anders. Ik zal even wat foto's van mij laten zien. En dit is mijn look geworden. Is net ietsje anders met een donkere lip. En mijn look hebben we trouwens gisteren gedaan. Want het wordt tegenwoordig zo snel donker dat het gewoon niet lukt in één keer om zeg maar beide te fotograferen. Mm-hmm. En Tara heeft nu volgens mij de oven aangezet. En ik heb eindelijk dus make-up op voor de rest van de vlog. Ik heb nu de oven aangezet voor broodjes, want we hebben echt heel erg honger. Mm-hmm. En mijn maag zit echt te knorren. Ja. Dus het is tijd om even bammetjes te gaan smeren. Jilly keek me net aan van, waarom maken jullie me wakker? Hey Sil. Hey, oude drol. Kijk, we kijken dan. De star. De dester gewoon. En nu denkt hij, food? Nou, het eten is klaar. Gebakken broodjes met pindasaus. Of pindasaus, pindakaas. En dat verandert dan een beetje in pindasaus. Ja, dat vinden we heel lekker. Jam. En Sil komt toch gelijk kijken. Sil mag niet. Ik heb echt gewoon met 2 poten erop hangen. Nou, we gaan heel eventjes wat dingetjes afronden. En dan stappen we straks op de... Jeetje. En dan stappen we straks op de fiets. Want we hebben straks een event van Lush in Utrecht. Super fijn om een event in Utrecht te hebben. En daar zien we ook Serena en Jessie van het kanaal Jessie Maya. Dus dat vind ik echt super gezellig. En dat gaan jullie straks zien. Zo, we zijn er. Achter ons zie je de Lush. En hij is echt super groot. Super groot. Sorry, ik ga helemaal door je heen. Het ziet er heel lekker uit. Nee, het ziet er heel mooi uit. En het ruikt vooral echt mega lekker. Dus het zit hier een beetje aan het begin van het nieuwe gedeelte in Utrecht Centraal. Of op Utrecht Hoge Katerijnen. Dus het is echt niet te missen gewoon. Oh, kijk allemaal roze. Zo leuk. En dan... Ja, zullen we hem even wat beter laten zien? Oké, je hoort heel veel geboor en zo op de achtergrond, want in Hoge Katerijnen zijn ze gewoon bezig. Maar hij begint dus daar en dan gaat hij helemaal tot aan hier door. Dus ik vind het echt een super grote winkel. Ja, echt heel mooi ziet het eruit.
En Jesse die kon het niet redden, dus die zien we straks helaas niet. Ik vind het echt heel jammer. En Serena is onderweg, dus die gaan we straks wel zien. Hallo! Sorry dat ik zo laat ben. Oh, maakt niet uit. Wauw, echt niet. Hij is groot, hè? Volgens mij, ja. Tara kan het weer niet laten, hè? Smack that Santa! Oh my god. Heb je allemaal mooie minis. En die kan je dan uitzoeken en dan hierin doen. Het zijn gerecycled materiaal. Er is zoveel. Moet je dit zien? Oh my god. Het is zo heerlijk allemaal. Oh. We zijn hier aan het kijken bij de geurtjes. En Larissa zit allemaal dingetjes te ruiken. Die is voor jou, Tara, deze. Deze, ja. Dit is mijn geur. Dit is die van Serena. Breath of God. Wat een humor, wat een humor. Oh, die ruikt heel lekker. Ja, zo goed. Nog een keer ruiken. Beetje naar hout of zo. Ja. Hè, die ruikt echt alle lekkers, denk ik. Ja, all lust. Good things. Echt, moet je maar even opspuiten. Moet je kijken hoe vet dit is. Dit is een fidget spinner. Voor in bad en hij draait ook nog eens echt. Zo, we zijn weer weg bij Lush en we hebben plaatsgenomen bij Leon. Dat zit hier ook gewoon heel erg vlakbij en we hebben lekker eten besteld. Wat heb jij, Serena? Ik heb de falafel besteld. Falafelbox, de hotbox en jij? Ik heb Moroccan meatballs. Moroccan meatballs, dat is echt lekker. Wow, dat ziet er super goed uit. En ik heb een kip en chorizo wrap en die lijkt me ook echt heel erg lekker. En we hebben hier nog wat anders staan. Ja. Serena is naar Kaapstad geweest met onze vader. En toen kregen we, Larissa en ik hebben allebei hetzelfde gekregen, dit cadeautje. Superleuk huisje. Het is een heel schattig Afrikaans huisje. Maar het is ook een oliebrander in één. Dus hierin zit een kaarsje. Ja. Yep. Handgemaakt van Afrikaanse klei. Mm-hmm. En dan hierbovenop gaat water met deze essentiële olie. Of een soycent van mam. Schattig, hè? Heel leuk. Zelfgemaakte banana bread. Hoi hoor. Nou, die ga ik vanavond echt opeten. Dat weet ik echt nu al. Oh, het ruikt heel lekker. Thank you. Dankjewel. Serena, zeg het eens. Ja, ik wou even mijn nagels laten zien, want ik ben er zo blij mee. Oké. Ik heb ze vorige week laten doen bij Jean Vinyl Bar. En er zijn nieuwe soort glitters. Pixie Dust heet het, of Pixel Dust heet het, geloof ik. Mm-hmm. En dan een soort, ja... Yeah, ik weet niet hoe je dit noemt, een werkje. Een soort van sneeuwvlokje, of niet? Nee, het is geen sneeuwvlokje, het is meer een beetje, ja, Dreamcatcher-achtig of zo, met Swarovski-steentjes, echte Swarovski-steentjes. Oh, dat is wel nice. Maar ik weet niet of het heel mooi. Ja, het is heel moeilijk om op de foto te zetten, maar... Het is heel mooi in real life. In ja. Real life is het zo mooi. Zijn jullie meer van dit soort nagels, of van dit soort klauwen? Of niks. Let us know in de comments. Maar, oh ja. Onze neef en zijn man en het dochtertje staan in dit blad. Dus we wilden heel eventjes gaan kijken. Want dat vinden we wel echt heel erg leuk. Het is echt een superleuke foto. Ja. Oh, ja. Kijk dan. Wat een leuke foto. En er zit ook een heel interview bij. Dus deze gaan we sowieso even halen. Ja. Dit is dus Chris. En dit is onze neef Nevlin. En dit is Arwen. Wat een vet foto. Heel cool. En dit zit dus in het blad Wink. Leuk. Moeten we echt meenemen. Nou, we gaan weer naar huis. Koud. En het is heel koud. Ja, blaas. Oh ja, ik zie het. Het is echt december en meteen is het winter. Gewoon ik heb het gevoel. Dag, ja. Ik heb het gevoel dat het zeg maar redelijk warm was de afgelopen tijd. Tot en met echt november. Mm-hmm. Nou, nu is het 1 december. Bam! Winter. Dus vandaar dat ik zo ontzettend ingepakt ben. Larissa en ik die gaan nu naar huis rijden, dus onze wegen die gaan straks scheiden. Scheiden, yes. En nou ja, dat dus eigenlijk. Ja. En Serena die is ondertussen al naar huis gegaan, want die moet natuurlijk naar Houten, dus daar hebben we al afscheid van genomen. En het was heel erg gezellig. Nou, ik ga even mijn fiets pakken, Larissa denk ik echt van hou je klep, ik heb het koud. Ik heb het koud voor mijn jas. Ja, oké, okay. Ik pak even mijn fiets. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dit is allemaal ijs op mijn zadel, dus dat worden hele koude billen. Of niet dan? Ja, je gaat inzoomen op mij? Misschien. Al met al valt het wel mee, met een beetje met je handschoen aan en zo. Toch? Ja, ik wil wel het liefst inzoomen op je fiets. Nou ja, op zich is dat wel een goed kerstcadeau dan. Nee, oorwarmers. Ik heb een telefoon hier. Maar het is ook zo asociaal, hè? Ik zal naar muziek gaan luisteren. Ja, is wel ongezellig voor mij. Dus zometeen doe ik hem gewoon op als bescherming voor mijn oren. Smart. Maar dan zit hij niet ingeplucht of zo. Slim. Ja, ik heb handschoentjes aan.
dagen voor het eerst dit jaar. En dat is wel echt nodig. Goed, ik leg even de voorkant. En gaan we naar huis. Zo, ik ben inmiddels alweer thuis. En ik heb heel eventjes dat Afrikaanse hutje die ik van Serena heb gekregen aangestoken. En die ziet er zo uit. Super schattig. Ik weet eigenlijk niet of je het ziet stomen. Oh jawel. Een heel klein beetje uit het schoorsteentje komt dan een beetje een walmpje. En daar komt dan de geur vrij. Dus ik vind hem echt super schattig. En we waren net natuurlijk bij Lush. En daar heb ik nog wat gekocht. Dat is namelijk dit dingetje. Oh, ik zal hem heel eventjes losmaken. Dit is namelijk een heel leuk productje. Het lijkt een beetje op een soort van roerstaafje waarmee je chocolademelk maakt. Als je het dan normaal gesproken in de melk dipt en dan rondroert. En het is ook een beetje datzelfde idee. Alleen is dit dan een haarmaskertje voor beschadigd haar. En die stop je dan in een kopje. En dan giet je er kokend water overheen. En dan ga je roeren. En dan komt er gewoon een... dan maak je eigenlijk zelf je haarmasker. En dan kan je meer dan één keer mee doen. Dus dat is super nice. En ik heb expres een haarmasker genomen voor beschadigd haar. Omdat ik natuurlijk ontkleurd haar heb. En het lijkt me heel erg lekker om deze een keertje uit te proberen. Misschien dit weekend al meteen. Maar we kregen ook nog een goodiebag mee. En hier zit het in. En ik zal even laten zien wat er allemaal in zat. Het is echt enorm veel. Dit is een van de nieuwste producten. En die heet Rump. En dat doet je misschien een beetje denken aan Trump, president Trump. En dat is ook een beetje het idee achter dit product. Het is een bottom rub. Dus het is een beetje alsof je dus Trump op je billen gaat smeren. En ik zal ook even laten zien hoe die eruit ziet. Het product heeft namelijk ook expres een beetje de huidskleur zoals Trump. Oftewel oranje. En het is echt een super lekkere rub. Het is heel erg boterachtig. Heel zacht en heel creamy. En het trekt heel erg goed in. Ik kan het nu eventjes niet zo goed laten zien met één vinger. Maar ik heb het net in de winkel al geprobeerd. En het is gewoon heel erg lekker en verzorgend. En ja, super nice. There's a crack in everything. It's how the light gets in. Even kijken. En dan heb ik hier ook nog Bugs Fizz. Dit is een body conditioner. Ook deze is oranje en hij ruikt een beetje tropical. Want er zit in grapefruit, Brazilian orange en limoen. En hij ruikt echt heel erg lekker. Hierin zit de bubble spinner, oftewel die fidget spinner bruisbal. Hierin zit Twilight, de shower gel, maar dan in zeepvorm. Dan heb je hier nog de Christmas sweater bruisbal. En deze ruikt super lekker en die heeft van die hertjes erop. En dan heb ik hier ook nog zo'n washcard. Deze is echt super schattig trouwens. In de vorm van een beertje. En hiermee kan je gewoon wassen. En het is dus zo'n heel plat dingetje. Dus dat kost wat minder geld. En het is gewoon een leuke manier om een geurtje of iets dergelijks te proberen. Super grappig. Dus ik ben er echt super blij mee. Het is hartstikke veel wat ik heb gekregen. En gewoon heel erg lekker. Dus ik kan niet wachten om... Nou ja, ik kan het eigenlijk vanavond doen. Het is vrijdagavond. Om gewoon eventjes lekker mezelf te verzorgen. Met een lekkere body conditioner. Een haarmaskertje. En deze dan. Deze kan ik dan op mijn billen smeren. En wat ik nu eindelijk zie, ziet het nu nog wat beter, is dat hij nu echt aan het roken is. Dus het is echt alsof een huisje hier staat met een open haartje. En die is nu geur aan het verspreiden, maar eigenlijk is het gewoon een open haartje die aan het roken is. Super schattig. Nou, heel erg bedankt Lush voor al deze goodies. Ik vond het echt super leuk. In die winkel in Utrecht zit dus op Hoogkaterijnen. Je komt hem vanzelf tegen als je dus vanaf het station door Hoogkaterijnen richting Vredenburg loopt. Want je ruikt die winkel al en hij zit op een hoek. En de doorgang die gaat straks alleen maar langs die hoek en het is echt een grote Lush. Het is echt, het zit in een driehoekvorm in de hoek. En je ruikt natuurlijk die geur. En het is echt, neem zeker even een kijkje binnen als je Lush niet kent. En als je Lush wel kent, staat ook even een kijkje binnen. Want de kerstcollectie ligt er nu. En ja, ze hebben gewoon altijd hele lekkere dingetjes. En ik denk dat ik wel weer wat dingetjes nog op mijn wishlist voor kerst ga zetten. Want dat vind ik altijd gewoon heel erg leuk om te krijgen als cadeau. Ik heb namelijk één favoriete shampoo van Lush. En dat is de B.I.G. De Big Shampoo. En dat is zo'n shampoo met een hele lekkere geur. En er zitten korrels zout in. En die zorgt gewoon voor volume. En hij doet heel veel goed voor mijn haar. Ik denk dat ik hem dit jaar weer op mijn wishlist ga zetten. Hallo iedereen, ik ben weer thuis. En ik ben uiteindelijk nog best wel met een grote tas terug naar huis gegaan. Want we hadden nog een paar dingetjes dus mee uit de stad genomen. Onder andere een nieuwe SD-kaart. Die heb ik dus nu in de camera zitten. Want ja, nu we vlogmas gaan doen, moeten we echt voldoende SD-kaartjes hebben. Ik hoop dat jullie me niet iets van een loser vinden. Maar ik kan altijd echt super blij worden van dingen als SD-kaartjes, externe harde schijven. En dat is wat ik hier heb liggen. Ik heb namelijk gisteren een bestelling gedaan voor twee nieuwe externe harde schijven. Eentje voor mij, eentje voor Tara. Want onze andere die doet het een beetje raar de laatste tijd. En ja, je wilt gewoon natuurlijk dat alles safe is. Dus ik heb er twee besteld en die zijn nu binnengekomen.
Oeh, ik vind ze echt super nice. Ik heb deze besteld. Het is de Lazy Rugged Mini externe harde schijf. En hij ziet er zo uit met zo'n rubberen rand. En ik heb deze harde schijf wel eens gezien bij andere YouTubers uit Amerika bijvoorbeeld. En die zeiden altijd van dat deze harde schijf echt de bom is. Dus ik dacht, weet je, ik vind het ook wel een keertje fijn om even uit te proberen. En wat er ook wel heel erg fijn lijkt aan deze, is dat die rubberen rand ervoor zorgt dat hij dus gewoon niet snel kapot kan gaan. En aangezien ik deze ook nog wel eens los in mijn tas bijvoorbeeld doe, is dat wel een heel fijn gevoel. En ik had even in het review gelezen of in de beschrijving dat je hier zelfs met de auto overheen kan rijden en dan hoort hij niet kapot te gaan. Nou, dat belooft best wel wat. Ik ga hem eventjes uit de verpakking halen. En dit is hem dan. Oeh, ik vind hem wel echt heel erg nice. Echt een grote, heftige rubberen ring. Die kan ik er ook afhalen, zie ik nu. Maar dat is wel heel erg fijn. Nou, top. En bij Lush hebben we ook nog een hele zak met allemaal super fijne goodies gekregen. Daar ben ik echt mega blij mee. Maar ik denk dat Tara deze wel in haar deel heeft laten zien. Dus die zal ik eventjes overslaan. Ik heb ook nog twee dingen zelf afgerekend. En dat is dit. De Sugar Plum Fairy. Dit is de lip scrub. Die kennen jullie vast wel. En ik was deze aan het proberen in de winkel. En ik raakte gewoon gelijk verslaafd. Deze geur is echt super lekker. Het is lekker zoet. En ja, ik vond het gewoon echt super lekker. Ik ga het gelijk eventjes opdoen. Er zijn lekker zachte lippen van. Oh wacht, nu eet ik het op. En ik zag Tara en Serena ook bij de haarproducten stand. En ik heb er ook eentje meegenomen. Dit is een hot oil treatment in de geur Yuge. Ik weet niet goed hoe je het uitspreekt. Dit is super leuk. En mijn haar heeft echt wel even een masker nodig. Want het is een beetje droog nu. En het lijkt me gewoon heel erg lekker om dat te gaan doen. Dus ik dacht, ik ga deze nemen. Ik weet het niet meer zo goed uit mijn hoofd. Hoeveel ik hiervoor heb betaald? Volgens mij 9 euro. Nee, 10 euro kost het haarmasker. En deze, de lip scrub, was 9 euro. Dus nou, dat is helemaal lekker. Ik kan echt de komende tijd lekker een beetje gaan badderen. Of nou ja, ik heb geen bad. Maar in ieder geval badspulletjes gebruiken. Ik denk dat ik het ga gebruiken voor een voetenbadje of zo. En ik heb ook nog heerlijke bodyproducten gekregen. Dus ik ben echt helemaal blij. Super bedankt Lush. En ja, dat was eventjes een soort van mini shoplog van vandaag. Zo, en ik heb even Serena's cadeautje uitgepakt en ik heb hem hier neergezet. Kijk, zo schattig. Brandt het kaarsje nou nog of niet eigenlijk? Oh ja, hij brandt nog. Ik zie nog niet de rook ervan afkomen. Er hoort een soort van een rook vanaf te komen. Maar misschien moet ik nog heel eventjes wachten. Maar ik vind hem echt super schattig staan. Ik zag dat Tara een roze geur heeft gekregen om erin te doen als geurtje. En ik heb een hele lekkere lavendelgeur. Ik vind het niet per se een hele typische lavendelgeur. Maar hij is echt onwijs lekker. Ik denk dat Serena deze echt gewoon perfect en speciaal voor mij heeft uitgekozen. Want ik vind hem echt super lekker ruiken. En zij... Ik heb wel eens hoofdpijn en daar is natuurlijk lavendel heel erg goed voor. Alleen hij is net ietsje anders dan de lavendel die ik gewend ben. Maar ik vind hem echt nog lekkerder als normaal. Dus Serena, als je kijkt, super bedankt voor het uitkiezen van deze geur. Want ik vind hem echt heerlijk. Nou, ik ga even de rest van de avond lekker op de bank hangen. Eventjes Netflix aandoen, wat serietjes kijken. En ik denk dat mijn vriend later vanavond wel thuis komt. Ik ga lekker onder de deken liggen. En genieten van de leuke kaarsjes die ik aan heb staan. Het is nu een uurtje of 7. Dus ik denk dat ik straks ga avondeten. Maar niet zo heel erg spannend. Want ik heb niet zoveel zin om te koken. Dus ik denk dat het echt serieus een pizza wordt. Of pannenkoeken. Of echt iets heel, ja, zoiets simpels. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om Vlogmas dag 1 weer te zien. In tegenstelling tot andere keren zeg ik normaal altijd van tot in de volgende video. Maar deze keer kan ik zeggen... Tot morgen. Morgen zie ik jullie natuurlijk nog een keer. Want we gaan nu elke dag vloggen tot aan de kerst. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zodat je geen enkele video van ons mist. En er komen er dus de komende tijd enorm veel online. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. En het is natuurlijk pas dag 1. Ik hoop dat we binnenkort wel meer in de feeststemming kunnen komen. Door leuke dingetjes te doen. Volgens mij gaat Larissa ook nog ergens in december een boom opzetten. En dat soort dingen. Dus dat gaan we allemaal meemaken en zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En laat me vooral even weten wat je van deze eerste aflevering vond. En tot de volgende keer. Doei! Doei!